We staan hier in het gemeentemuseum in Den Haag en ik ga jullie wat vertellen over de Samsung-camera's. De Samsung-camera's zijn smart en met deze smart-camera's kan je meer dan alleen maar mooie foto's maken. Je kan ze namelijk direct op de camera bewerken en gelijk online via social media of e-mail delen, waar ter wereld dan ook. Ik ga jullie wat meer vertellen over de line-up van deze camera's. De WB-camera's zijn compactcamera's. Ze zijn klein, gemakkelijk en smart. Ze zijn gemaakt om ver weg juist dichtbij te halen door het zoomobjectief. Ze hebben 9 functies om je beelden direct op de camera te bewerken, te delen en op te slaan. De NX-serie zijn compact systeemcamera's, dus camera's met verwisselbare lenzen. Ze zijn smart. En je maakt er hetzelfde beeldkwaliteit mee als een spiegelreflexcamera, maar ze zijn wat gebruiksvriendelijker en compacter. De Galaxy-camera's zijn niet alleen smart, maar hebben ook nog eens Android. Android geeft toegang tot apps en communicatie die je gewend bent van je tablet en telefoon. De Samsung WB-serie compactcamera's zijn camera's met een groot zoombereik. Een leuk voorbeeld hiervan is dat je je kind vanaf een podium haarscherp in beeld krijgt. Met deze camera maak je je foto's ook erg persoonlijk door de verschillende fotobewerkingsmogelijkheden die erop zitten. En beschik je over een wifi-netwerk, deel je deze gelijk met je vrienden via social media of e-mail. Mocht je nou niet beschikken over een wifi-netwerk, dan heb je nog de handige functie AutoShare. Deze functie zorgt ervoor dat je foto's direct en automatisch vanaf je camera naar je telefoon of tablet worden gestuurd. En dan kan je vanuit daar je foto's delen. Hier in mijn hand de Samsung Compact Camera WB30. Deze camera heeft 16 megapixel en een objectief met 10 keer optische zoom. Met dit objectief kan je dus iets dichtbij halen zonder beeldkwaliteit te verliezen. Een onderdeel van de smartfunctie is de Remote Viewfinder, waarmee je vanaf je telefoon je camera kan benieuwen. Deze camera is onder andere verkrijgbaar bij Fotobooms.